Gaan we weer. Nog een tweede poging. Hoe oud was u in 1950? 12. Kunt u een schets geven van uw thuissituatie en gezinssituatie? Vader, moeder, 3 kinderen. Ik was de oudste. Zusje 2 jaar jonger. Broertje 3,5 jaar jonger. Mijn moeder was thuis. En mijn vader was architect. En tussen de jaren 50, de wederopbouwjaren, dat waren eigenlijk bruisende jaren in Rotterdam. En veel werk voor architecten. En dat was thuis, dat stond gewoon centraal, het werk van mijn vader. En allerlei gebouwen die dan weer opgeleverd waren. En feestjes daaromheen, hoogste vlaggen, eerste stenen. Nou ja, van alles. Dat werd allemaal gevierd. Dus dat maakten we dan wel mee uit de verhalen. Werd u daar ook bij betrokken? Nee, we gingen naar school. Maar die eerste 2 jaar, van 50 tot 52, heb ik op school gezeten midden in de stad. Dat was een meisjesschool. En dan fietste je eigenlijk zo'n beetje door die wederopbouw heen. En dat is me enorm bijgebleven. Al die, dat heien. Je hoorde constant heien en pas op olie spatten en met die borden op karton. Dat zal ik met mijn leven niet vergeten. Die energie die daar eigenlijk van uitging, van die wederopbouwstad. En daarna, waar ging u daarna naar school? Toen ben ik naar het Libanon Lyceum gegaan. En dus dat was in Kralingen en daar woonde ik toen. Dus dat was weer een andere levensfase eigenlijk. Ja. En daarna? Daarna ben ik, half jaar in Engeland geweest en een jaar au pair in Genève. En daarna ben ik in de verpleging gegaan in het gemeenteziekenhuis in Den Haag, Zuidwal, is nu afgebroken. En dat was een opleiding van 4 jaar al met al. Toen heb ik nog her en der wat in de verpleging gewerkt in Den Haag. En woonde u ook in Den Haag toen? Je moest natuurlijk eerst, dat was in die tijd, in de jaren 60, intern. De eerste 2 jaar moest ik intern in het ziekenhuis. En dan mocht je op kamers. Dus toen heb ik op kamers gewoond. In Den Haag en ook in de verpleging wel gezeten. En toen de cursus wijkopleiding. En dat heb ik weer in Den Haag gedaan. Nee, in Rotterdam, sorry. Ja, met diverse stages her en der. Daarna heb ik het even allemaal. Toen wilde ik weer naar het buitenland. Ben ik 3 jaar in Italië geweest. In een ecumenisch conferentiecentrum gewerkt. En uiteindelijk ben ik natuurlijk dan toch terechtgekomen in de wijkverpleging. In Rotterdam ook? In Rotterdam, Feyenoord. Ja. Oké. Okay. Had het gezin nog een politieke of religieuze? Nee, niet uitgesproken. Nee. Want u ging wel, maar u vertelde net toen camera even niet deed dat u naar de zondagschool ging. Kunt u dat nog kort toelichten? Ja, de kant van mijn vader was Nederlands hervormd. En dus het was eigenlijk gewoon, we zijn ook alle 3 gedoopt. En de zondagschool, die was het, dat wist je. En mijn vader ging nog wel eens een enkele keer naar de Hillegondakerk en Hillegersberg. En daar ging ik wel mee. En de kerstvieringen van die zondagschool was ook in de regel in de Hillegondakerk. Dus die is mij heel vertrouwd. Ja, okay. Maar dus het speelde geen grote rol in uw leven, maar het was wel een onderdeel, de kerk. Ik heb later toch ook wel belijdenis gedaan. En niet echt lid geworden van een kerk. Daarvoor was ik toch te veel in diverse plaatsen gewoond en dan weer eens dit werk, of tenminste verschillende plaatsen, verschillend werk in de verpleging. Dus dan ben je zo ambulant, dan hoor je nergens bij. Ja.
We hebben het natuurlijk vooral over uw middelbare schoolleeftijd en iets daarna. Maar ook misschien nog daarvoor, wat voor een vrije tijdsbesteding deed u aan? Ik was kind in de oorlog en dan was er niet veel. Je speelde buiten met iedereen en dat was heerlijk. Plasweek, daar kon je dan naartoe. Ja, want u, dat was misschien, dan viel de camera uit. Voordat u in Kralingen woonde, woonde u... Heiligersberg, ja. Ik ben geboren in de Schavendijkwal en na het bombardement zijn we daar weggegaan. En in Heiligersberg terechtgekomen. En daar ben ik eigenlijk van mijn tweede tot mijn elfde gewoond. En dat was ondanks de oorlog toch. En ja, je was kind, maar je voelde donders goed de dreiging toch wel. En de angsten van je ouders. En beelden toch nog wel, karbietlampen en verduisteringspapier. Dat allemaal, dat weet je toch wel. En daarna in Kralingen, toen was ik een jaar of 11, 12, de middelbare school. Toen kwamen de bioscopen eigenlijk in zicht. Ja, okay. Maar en, voordat we daarop doorgaan, verenigingen? Was u lid van, deed u aan sport, muziek, toneel? In die tijd, na mijn 12e, ja. Die tijd. Sport niet. Wel gestimuleerd, yoga, tennissen en dat, maar het lag me niet erg, dus dat heb ik nog niet zo erg volgehouden. Pianoles natuurlijk ook proberen, nog niet zo volgehouden. Verenigingen was ik geen lid van, maar ik ben wel in de zomerkampen terechtgekomen van de NCSV, de Nederlandse studenten... En het is een Nederlandse Christelijke Studentenvereniging. Studenten die dan in de zomer kampen organiseerden voor middelbare scholieren. En dat heb ik, ik geloof wel vanaf mijn 14e tot mijn 17e ieder jaar. En daar heb ik enorm van genoten eigenlijk. En hield u daar ook vriendinnen aan? Of vrienden ja, over? Nog steeds een vriendin van toen we 14 waren. Nou zijn we 80. Ja. Dus. Ja. Voordat we doorgaan op de bioscoop, waarom heeft u toestemming gegeven of om deel, nou hoe zeg ik dat, om mee te doen ja, met onderzoek? Zo. Omdat de bioscoop was stond toch wel behoorlijk centraal in die tijd. Ik had niet zoveel anders. Ik was helemaal een populair kind, dus. Ik moest zelf zoeken, toch wel. De dingen die ik leuk vond en die me interesseerden. Dus die bioscoop stond best wel centraal. En dat was ook vaak een punt om je verjaardagen te vieren in die tijd. Er gebeurde heel veel dat je elkaar uitnodigt op verjaardagen. Dus dat heb ik nog niet gehoord. Dus dat was een populair invulling van een verjaardagsfeestje. Ja, dat is ook heel gewoon. Dat... En met hoeveel? Een stuk of 8 of zo, hooguit. Ja. En dan gaat het om klasgenoten? Ja. Okay. Misschien eerst nog, had u een favoriete bioscoop? Het venster. Ja. En kunt u een beschrijving geven van het venster? Het was wel een straatje waar je liever met z'n tweeën liep. Dat weet ik nog wel. Je ging er met lijn 17 naartoe, de binnenweg. En fijn. Je ging naar de bioscoop. Je ging een mooie film zien. En vooral Les Enfants du Paradis natuurlijk. Er zijn jaren geweest dat het ieder jaar was rond kerstmis. En dat werd een beetje traditie. We gaan weer. Hij is er weer. We gaan. Ja. U zegt van, daar liep je liever niet alleen. Ging u wel eens alleen naar de bioscoop? Nee, in die tijd niet. Nee. En met wie ging u dan wel? Toch met klasgenoten, eigenlijk. Vriendinnen, ja. Waren dat dan allemaal meiden of gemixt? Meestal dan toch wel meiden, ja. Je koos toch andere dingen, denk ik. Ja. Ja, dus het ging niet, dat waren geen gemengde groepen, dat was... Ik zei al, ik was geen populaire puber, dus
Ik had niet de vriendjes voor het opscheppen. Dus je ging niet met als romantisch uitje, zeg maar, naar de bioscoop? Nee. Nee, het was echt een vriendin. Nou ja, je wilde je verjaardag vieren, dus je koos de beste eruit. En dan soms schoof het een weekje op als er niks was. Ja. Wat men dan vond. Of, zo was het wel, ja. Dus u was wel kritisch in het zoeken naar de film? Ja, je keek dat lijstje. Op donderdag kwam dat uit. Ik zie dat nog, zeggen de krant. En dan, ik geloof dat er ook een soort kwalificatie bij stond. Maar dat weet ik nou niet meer zo. Nou, dat begon je natuurlijk bij het venster. Oh, nou ja, ja. Maar Arena ook veel, toch. En Luxor, dat zijn de drie die ik met een hele enkele keer Victoria. En verder kan ik me niet herinneren dat ik nou veel verder kwam in bioscopen. Waren er bioscopen die u vermeed? Ja, van die Wild West films die, ja, ik weet niet waar dat dan een bioscoop als Corso zag je staan, maar daar ging ik niet heen, dus kennelijk was daar niks voor mij. Nee. Dus, of zo, of Centraal, geloof ik, was er ook, daar ben ik ook nooit geweest. Nee. Zijn er nog meer bioscopen waar u, die u wel kan herinneren, maar waar u nooit bent geweest? Je had geloof ik in Schiedam Passage. Mm-hmm. Ik denk dat ik er toch een enkele keer wel eens wel geweest ben, maar ik weet niet meer wat. Een prinses? Ik ken alle namen, maar ik ben er nooit geweest. Ja. Lutuska? Ja, nou niet als bioscoop. Jawel, ook als bioscoop, dat is waar. Dat witte grote pak. Ja. Ja, toch. Weet toch. Je nog hoe dat er van binnen uitzag? Nee, niet. Ja, ik heb nou net dat stukje gelezen over Lutuska, wat ik ontzettend leuk vond van die mooie stoelen die opgeborgen waren tijdens de oorlog en voor een heel ander theater bestemd waren. Die hebben ze er maar ingezet. En dat is me toen niet opgevallen, nee. Was er een duidelijk verschil in prestige tussen de verschillende bioscopen in uw ogen toen? Er waren bioscopen die zeg maar chique waren en die duidelijk minder chique waren. Ach, dat deed daar helemaal niet toe. Nee? Nee, je ging voor de film verder niet. Oké. En hoe bepaalde u uw keus voor de film? Hoe kon u weten van nou dit zal wel iets zijn of voor mij of voor ons? Ja, ik denk dat het toch ook wel veel te maken heeft met... Met school. We hebben een heel levendig goed Frans kregen we. Dus die Franse film, er werden ook Franse stukken gelezen. En we mee naar de Schouwburg genomen. Le Frère Jacques bijvoorbeeld. Dus zo, dat ging enorm leven. Juist die Franse films. Dat. Las u daar ook over de films? Kunt u zich dat herinneren? Nee, niet echt. Nee. Maar dan nog. Vraag me af, hoe bepaalde u uw keuze? Dat is inderdaad, nou dus u zegt Franse film, trok mijn aandacht. Waren er bepaalde sterren, filmmakers, nou, zouders? Jawel, dat Les Enfants du Paradis met Jean-Louis Barrault. Mm-hmm. En dat pantomime, dat kan ik maar eeuwig zien. Dat vind je zo bijzonder. Mm-hmm. Ja, dat is me ontzettend bijgebleven. Maar om toch nog even... Een beetje door te drammen, maar ja? Als u zo'n filmladder ziet, dan kunt u niet weten of daar pantomime in zo'n film... Nee, maar dan ging je af op Frans of Italiaans ook. Dat was dan de tweede keuze. Ja. Oh, nou, die zijn er niet. Nou, even verder kijken. Ja, dus de nationaliteit van de film speelde een belangrijke rol. Ja, heel veel. Ja. En week u daar ook vanaf? Ging u ook... Toch naar Amerikaanse films of... Jawel, Arena had dat natuurlijk toch wel. Dat was natuurlijk ook wel leuk, dat tussendoor. Je beslist wel, dat Amerikaanse leven kende je niet. En wat waren dan genres die u het liefst zag, zo'n filmgenres? Westerns niet, begreep ik al. Maar wat wel? Musicals of oorlogsfilms? Nee, dat historisch meestal toch wel. Wat
bijvoorbeeld, wat er wel was, er was een luxe, Carmen Jones. Hmm. Carmen Jones. Ja, nee, dat... ik weet verder geen titels te herinneren, maar... Sterren misschien? Waren er bepaalde sterren? Nee, waar u... nee, ik had dat niet zo. Zoals meisjes met al die filmsterren, Doris Day en Esther Williams, weet ik wat er allemaal langskwam. Ja. Dat had ik niet. Ja. Dus hingen geen portretten op uw kamer? Nee, oh nee zeg. Nee. Dat niet. Gone with the Wind natuurlijk, heb ik wel gezien. Ja, heerlijk. Heeft u nog specifieke herinneringen aan die film? Scènes daaruit? Of, Ja, wat het meest interesseert toch eigenlijk een film, de interactie tussen bepaalde scènes. Ik kan het nou niet zo noemen, maar en waar ik ook in. Maar die film was veel later, Brief Encounter. Dat is echt mijn topper. Ja. En wat was daar... ook weer die interactie tussen die twee mensen. Het ging eigenlijk om twee mensen. Ja. En, kunt u dat verder omschrijven, wat u daarmee bedoelt, met die interactie? Nou, hoe belangrijk dat is zonder dat je zonder te praten eigenlijk ook zoveel ziet in blikken en houdingen en dat soort dingen. En ja, eigenlijk vond ik dat ook... Ja, heb ik teruggevonden of toch wel uitgewerkt, een beetje in het werk, in mijn werk, in de verpleging. Ben je ook met mensen, met name toch eigenlijk die wijkverpleging, als je bij mensen thuis komt, van hoe krijg je contact, hoe ga je werk doen, welke... Dus ziet u verband tussen de films die u zag in die periode en uw werk in uw later werk? Ja, die films met schitterende interacties zoals dat Brief Encounter. En, ja, andere films natuurlijk ook, maar die zijn me dan niet zo bijgebleven. Maar waar toch haast toch wel in iedere film die je zag, waren mooie momenten. En dat... dat is wel een rol blijven spelen verder in mijn leven. Dat is wel zo, in mijn werk. En bleef ook de bioscoop een rol spelen? Of is het iets wat meer in deze periode zich concentreert? Nee, de bioscoop... Ja. Bioscoop niet. Toen... Eens kijken. Na 60, nee, toen ging ik naar Genève. En toen in die wijk... Toen naar Den Haag in die opleiding. En heb ik geen film meer gezien. Ja, één keer nog een film van de Filmliga in Den Haag, waar ik helemaal geen lid van was... Het was een hele oude film dat knisperde en knetterde nog van Jeanne d'Arc. Dat herinner ik me nog wel, ja. Dat is een hele oude. Hey, verschrikkelijke oude film, nou. Ja. Dus als ik het goed begrijp, dus die ervaring, herinnering van die films in de jaren 50 zijn wel door blijven werken. Ja, absoluut. Maar films bij bioscoopbezoek zelf niet zozeer. En je ging wel uit. Je ging uit. En het was gezellig in de stad. Meestal ging je naar de eerste voorstelling, 7:15. Of nee, 7:00 geloof ik. En de tweede, 9:15, zoiets. Nou, dat was laat hoor. Dan kwam je ongeveer om 11:30 de bioscoop. Dat was niet zo aan de orde. Maar de eerste voorstelling, je ging er naartoe. En iedereen vond het leuk. En... Het was een gezellige sfeer, een soort sfeer van de 50 jaren waar de bioscoop dan bij hoort, ja, dat is zo. Na de hoe zag een bioscoopavond eruit? Kunt u dat schetsen? Ja, zoals je dan binnenkwam, dat licht. En, misschien eerst nog thuis, want kleed je zich speciaal voor aan ook? Of, Nee, want je deed je jas niet uit. Ja, naar achter op de bank, maar we moesten die laten, dus dat telde niet mee. Nee, dat hoefde niet. Dat was meer voor de schouwburg, maar het film niet. En ging je dan met een groepje daar al heen? Als het echt om een verjaardag ging, dan reserveerde je wel kaarten. Dat die er dan waren. En anders, of je belde op, dat is allemaal vrij gemakkelijk. Dan waren ze gereserveerd. En anders stond je in de rij. Rijen stonden er eigenlijk altijd. Dat was wel wat. Allemaal. En die zaal was ook leuk. Zo'n juffrouw. Ik geloof dat ze nog wel met zo'n bakje rondliep. En zo'n lantaartje natuurlijk. En
Je had de biovakantie ooit, die bus. Dat zijn allemaal dingen die horen erbij bij die jaren. Ja, het was gezellig. En tijdens of na de film dronk of had u dan nog wat? Nee hoor, naar huis. Dan was het voorbij, ja. Net toen de camera eruit stond, bedacht u Fernandel. Misschien kunt u wat meer vertellen? Ja, La Vache et le Guerrier, geloof ik, dat die film. Dat hij er met die koe door het weiland loopt, zo, met die stok. En, ja, al enig. Ja, heerlijk. Wat blijft u daarvan bij? Ja, de vrolijkheid, het spel, ja. En Don Cameo, die film, heeft u, films heeft u heb gezien? Heb ik gezien. Ik kan daar niet meer zo gauw taferelen van voor toveren, maar ja, daar ging je ook naartoe. Dat zocht je uit dan ook, ja. Kunt u inschatten hoe vaak u naar de bioscoop ging in de periode nou, dat u het vaakst ging? Ik denk toch wel eens in 14 dagen. Ja. Op zaterdag altijd natuurlijk, want dan is het weekend en door de week ja, het huiswerk. En heeft u ook wel eens films buiten de bioscoop gezien? In een buurthuis of kerk? Nou, een van de eerste films die ik me herinner, dat was een zendingsfilm. Ja. Ook van die zondagsschool. Ergens op de straatweg. In een gebouwtje. En ik was jong, een jaar of 8, 9. Met iemand mee, ik weet niet eens met wie. En ik zag die film en dat ging... Ja, een zendingsfilm, dat ging over Indië. En dat fascineerde me geweldig, zo'n ander land en dat er is. En hoe is dat daar? En dat heeft ook een enorme indruk gemaakt. Werd er iets bij verteld? Weet u dat nog? Nee, dat weet ik niet meer. Was dat ook al uw eerste filmervaring? Eerste keer dat u... Nou, nee, ik geloof zelfs op de kleuterschool dat de juffrouw van de kleuterklas, dat zij een soort kerstfilmpje had. Dat ik daar die beelden nog zie van Maria op een ezeltje. Nou ja, iets. In de klas? Die kleuterklas, het was een woonhuis waar zij die kleuterschool had in Hilligersberg. En dat was het allereerste keer dat ik van mijn leven film zag. En daarna die missie of zending? En toen nog eens die missie zending, toen ik een jaar of 8, 9 en... Nee, verder niet. Er waren wel. Ja, goed, het was oorlog toen. Er was niet zo verschrikkelijk veel, eigenlijk. Ja, nee, we gingen wel naar. Het was ritmisch gymnastiek noemden ze dat. Ritmisch dans, geloof ik, van Evi Blijs. Daar ging ik wel naartoe. En dat was ook als kind dan. Ook in die oorlogsjaar of net daarna. En daar waren natuurlijk uitvoeringen van en zo. Dat heb ik ook erg leuk gevonden. Dat is waar. En heeft u wel eens openlucht filmvoorstelling gezien? Nou, nee. Niet zo bewust, niet in die tijd. Steeds niet. Kunt u karakterisering geven van het bioscooppubliek? Hoe u zich dat herinnert? Hoe gedroeg zich het publiek? Hoe was het samengesteld? Oh, dat was alles volgens mij. Iedereen. Dat was prettig. Jong en oud? Ja hoor. Dus ook de oudere generatie ging ook, zag je ook in de bioscoop. Ja, je vond iets zo gauw oud als je 16 was, dus. Volgens mij zat er alles. Het was gewoon prettig. Ja. En hoe gedroeg het publiek zich? Was het, prima, men keek. Was er wel eens interactie met de film? Ik heb dat nooit gemerkt, nee. Iedereen keek en er was geen geknisper en gedoe en gerommel. Ik heb nooit... gemerkt of last van gehad of nee. Heb je wel eens gezongen of... Ik heb dat nooit meegemaakt eigenlijk in die tijd. Ja, dat is heel kalm eigenlijk. Ja, je ging naar de film en dan ging je weer uit. Oh ja, was de bioscoop voor u ook een manier om te ontkomen aan ouderlijk toezicht? Nee hoor, we werden niet echt streng... Nee, helemaal niet. Nee hoor, ze vonden het leuk als we daar naartoe gingen met andere ouders. En bent u ook wel eens met uw ouders geweest? Nee, nooit. En of met broer of zus? Nee, eigenlijk ook niet. Ik herinner me nog een mooie film toen ik een jaar of 12 was. Albert Schweitzer.
Dat is waar. Die was toen ook. Dat was ook zeer indrukwekkend. En wat was er indrukwekkend aan? Ja, toch zo'n man, een dokter die dat gaat doen ergens in Afrika, de binnenlanden, zo'n ziekenhuis beginnen. Nou, dat is toch wel geweldig. En die zusters ook daar. En jeetje, dat je dat doet. En ja. Was dat een inspiratie voor u? Nou, het waren toch wel films die eigenlijk altijd bij zijn gebleven. Die mensen ook natuurlijk, Albert Schweitzer. En na de hand hebben we nog wel eens lezingen gehoord van verpleegsters die daar gewerkt hebben. Dus, ja. Denkt u dat u dat mede gevormd heeft? Omdat u later ook in... Nee, hoe ik in die verpleging... Dat is anders eigenlijk gegaan. En zijn er andere, misschien andere dingen die... kan aanwijzen, ook achteraf misschien, die vanuit de film invloed hadden op uw doen en laten, op uw manier, uw uiterlijk, uw handelen, uw gedachten? Nou ja, toch kom ik toch weer terug op die interactie tussen mensen. Hoe dingen gaan en hoe ze dat prachtig kunnen uitbeelden. Zoals in die filmen, in Air Trace Savoir bijvoorbeeld, maar dat is dan een modernere film. Dat is, ja, hoe filmers dat kunnen, dat is knap, mooi. Ja. Maar bedoelt u dan dat het u helpt in de manier waarop u contact legt met andere mensen? Of, Ja, zeker. Dus oog hebben voor hoe je naar mensen kijkt. Oog hebben voor details. En hoe je met mensen om kan gaan. En reacties over en weer. En dat was, ja, nogmaals, ook heel belangrijk. In mijn werk vond ik dat als wijkverpleegkundige toch. Ook het lezen van mensen ook misschien. Of ja. Ja. Okay. Als je mensen moet verplegen, moet je vertrouwensband hebben. Mm-hmm. En dat moet je toch zoeken en trachten te bewerkstelligen. Want dan kun je iemand in zijn genezingsproces bijstaan. Mm-hmm. Nou ja. Ja, heel interessant. Ja, misschien ook een beetje in het verlengde hiervan, maar iets abstracter of filosofischer. Waarom ging u naar de film? Wat wilde u daar halen? Dat was uitgaan. Hm. Ja, naast bioscoopbezoek was er de film. Verder in die jaren had ik niet zoveel. Ja. Dus is ontspanning? Ja, ja. Zeer. Is dat ook voor een deel ontsnapping? Of? Nee, er was niks te ontsnappen. Hm. Nee. Aan het dagelijks leven of nee? Nee hoor, dat was er ook. Het hoorde erbij, de film. Kunt u zich geluiden herinneren van bioscoop is slecht of niet opvoedkundig of dat doe je niet of dat hoort niet? Nee, dat zocht je zelf wel uit en dat... Er zat geen negatieve smaak aan? Vanuit bijvoorbeeld de kerk, denk ik dan? Oh nee, dat had niks mee te maken. Nee hoor. Nee, ik koos helemaal zelf uit. Ik kwam ook wel een gekke films terecht, net zo goed. Nou ja, kan ook. Ja. Ja. En dat gold ook voor je ouders, die vonden dat ook allemaal prima? Die vonden het prima. Het was gewoon ook vertrouwen onderling. Het hield niks verborgen of dat zo was niet. Dat hoefde ook niet. En gingen uw ouders zelf ook wel eens met z'n tweeën als uitje samen naar de bioscoop? Nee, dat was eigenlijk niet. Of iets anders, naar theater? Of? Nee, het was eigenlijk alleen maar werk in die tijd. Dat ging zo voor. Dat was het belangrijkste. En... Had uw vader in zijn werk nog met de bioscoop te maken? Nou, hij heeft natuurlijk dat Lumière heeft hij gebouwd, dus in die zin dan. Kunt u zich daar iets van herinneren? Daar onderhandelde hij dus met zijn opdrachtgever was dan... Nou, de opening, daar waren we bij. Daar heb ik ook nog foto's van. Oh ja. En
dat was ontzettend feestelijk met burgemeester Van Walsum. Dat was notabene een Italiaanse film met Sophia Loren, geloof ik zelf. Ik weet alleen de naam niet meer. Ja, nou. Dus daar was het hele gezin bij? Feestelijk aangekleed, nou en of, ja. Is dat dan de enige keer dat u samen met uw vader in de bioscoop bent geweest? Ik geloof het, denk het wel, ja. Okay. Ja, de Cineac hebben we natuurlijk nog niet over gehad, maar nee, dat... Ja. Voor mijn 12e, vanuit Hilligersberg nog, maar ook daarna, je ging naar de Cineac, ook heel veel. Voor het nieuws, want je had geen televisie, dus als er weer eens wat, in het Koninklijk Huis of wat ook, of een trouwerij, of van een koninklijke trouwerij en ook in andere landen, ja, als je iets wilde zien, een evenement, dan ging je naar de Cineac. En dat was ook leuk. Dus het was zo, als er een bepaald nieuwsevenement was en u dacht, dat wil ik graag zien. Dan ging je naar de Cineac. Dat was wel een routine, zeg maar, in die zin. Ja, eigenlijk wel. Ja, en dat ging heel lang door eigenlijk. En dat was ook met vriendinnen? Of, Nee, dat deed ik ook wel alleen. Dat kon me niet schelen of zo het uitkwam. Ja, dus dat is dan toch, dat u wel alleen naar de... Dat is dan een voorbeeld dat u toch alleen naar de bioscoop. Ja, het is een Cineac. Dat, maar dat ziet u als iets anders? Ja, als wat anders. Was dat is geen uitgaan dan? Nee. Dat was, dan wilde je een evenement zien. Ja. En dan ging je. En dat was overdag? Dat was overdag. Ja. Na school of zo? Of? Nee, dat ook in je vrije tijd. En ook natuurlijk als jong kind, ook met verjaardagen, dat je naar de Cineac ging. Ik geloof 35 cent of zoiets. En dan had je natuurlijk I, Popeye, de Sailor Man. En je ging voor die tekenfilmpjes toen als kind. Het nieuws kon je geen bal schelen, evenement ook niet. Maar wel I, Popeye. Ik hoor dat liedje nog. Ja. Walt Disney. Bleef je dan ook lang zitten? Want het was natuurlijk... Die kans kreeg je niet hoor. Dan ging het licht aan of zoiets. Dat hield dus wel bij dat je niet langer kon blijven zitten. Dan werd je weer uitgebonjourd. Ja, dat hebben ze in de raad houden geloof ik. Ik weet niet, maar dat gebeurde niet. Nee. Zijn er zo nog meer dingen die herinneringen die we nog niet besproken hebben, die je kunt vertellen? Van die 50 jaar of zoiets. Ja. Nee, dat dobberde toen wel zo'n beetje door, geloof ik. Ik zit nog even te kijken, hoor, door mijn vraag. Ja. Ik weet niet of ik dat nou al gevraagd had, maar volgens mij niet. Was op een of andere manier invloed van filmsterren op uw uiterlijk? Dat u bijvoorbeeld kleding of kapsel of op die manier... Nou, dat was onbereikbaar. Oh, ja. Laten we het daar maar over. Ja? Daar maar bij houden. Ja. Leg uit. Ja, zeg, dat soort dames. Ja. Nou, gut. Misschien, ja, toch die kleding. Nou ja, wat natuurlijk ook kwam, dat waren spijkerbroek op een goed moment. Ik ging voor het eerst naar zo'n jeugdkamp toen ik 14 was. Ik zei, mam... Er moet een broek hebben. Want je had rokken aan in die tijd. Je had er wel een short, die had je dan nog wel voor gymnastiek of strand. Verder kwam je niet met een short. Liep je niet meer door de stad zoals nu en in de metro. Nee. En mama, ik moet een broek. Een broek? Ja, nou, naar de Bijenkorf. Spijkerbroek gekocht. Hij was niet eens blauw, hij was nog een soort rood-bruin was die. Dat herinner ik me ook nog wel. Maar u legt wel een link met de film. Dus ja, precies. Dus toch wel degelijk dat je dat dan toch ook gezien had. Maar dat was in Amerika, dat heb je hier niet. Maar toen kwam dat kamp en... Ja, je moet een broek. Dus, jawel, dus toch wel wat natuurlijk. Hoor, je zag het wel, ik zag het wel. En wanneer was dat ongeveer? Toen ik 14, dat was 52. En zag u ook wel eens die muziekfilms, meer rock'n'roll films? Dat genre? Nou, dat vond ik wel leuk, ja. Maar of je die film nou ging uitzoeken, daar kwam ik dan meer of meer per ongeluk, denk ik. Want het was wel leuk. Zeker. Nu nog trouwens, als je het wel eens ziet. Ja.
Maar ik deed dan weer niet natuurlijk. Hè. Ik dacht ook wel het kon, maar dat was dan allemaal niet zo. Het was allemaal onbereikbaar. Ging je niet dansen met vriendinnen? Nee, nou ja, je moest zo'n beetje leren dansen, maar... Nou ja, goed. Ja, je had natuurlijk de school. Dat was wel zo. Je had schoolavonden. Je had, op school had je zo'n bond. En ieder jaar was er zo'n uitvoering van... werd ook toneel gespeeld door. En de beste jongens, meisjes meestal van gymnastiek, die hadden zo'n opvoering. Met een bal of stokken, weet ik wat. Dat was er wel. En dansen na. En... Een van de eerste... Was dat was nog... rock'n'roll? Nee, dat was geen rock'n'roll toen nog. Een van de eerste, daar heb ik nog een programma van zelfs. Toen was Pieter van Vollenhoven, die had ook een band, hè, in Rotterdam. En die staat nog in een van mijn programma's zelfs. Het programma heb ik nog steeds bewaard. Dat hij op een van die schoolfeesten met zijn bandje... Ja, ja. Dixieland was die tijd. Ja. Vooral Dixieland in die tijd. Ja. Ja, dus u woonde hier en dan ging je hier de tram op? Hier de tram. Op de Oude Dijk? De Oude Dijk, ja. De hele Oude Dijk. En dan ging je hier ergens de hoek om, naar de Koninginnenkerk. Dus dat was hier de... Dat is natuurlijk ook wel veranderd. Dit. Hier de Vlietlaan, de Goudse Rijweg. Hier was dan de Koninginnenkerk. Hoe ging je dan verder? Natuurlijk zo. En dan ging lijn 17, geloof ik, die kant. Ik was dat die 16. Dus overstappen of? Nee, Pompenburg. Dat was als we dan naar Arena gingen. Dan kwam je hier ergens. Ja, waar ging je dan uit? Hier was ergens het centrum. En als je naar het venster ging, dan ging je Oostplein. Ja, dat is hier. Ja, dan ging ik dan toch verder. Hier natuurlijk, burgemeester van Walsum, Blaak. En dan overstappen of lopen? Nee, je komt met lijn 17 helemaal naar de Nieuwe Binnenweg. Ja, als je naar de stad ging, naar Arena of Luxor, dan nam je lijn 16. Mm-hmm. En met lijn 17 ging je dan naar de, waar is de binnenweg? Blaak. Blaak, nee. Zie jij hem? Hoe ver de straat is hier? Is hier, dus je kwam dan hier uit. Oh ja. Dus bij de... En waar is dan de... Ik zeg hier deze aan, dat is de... Waar is de binnenweg? Dit is het Eendrachtsplein, hè? Het Eendrachtsplein. Ja, daar kwam je allemaal langs en dan ging die langs de binnenweg en verder weet ik niet waar die naartoe ging. Ja, waar ging die? En 17, nou dat weet ik niet meer, maar in ieder geval je ging er hier uit. Dus dat was zo'n beetje de route. Ik zal even wat dikker kijken. Oh, je doet zo. Ja, doe dikker. Maar naar het venster, ja. Dat was dus naar het centrum toe. Ja joh, doe maar wat. Ik weet het niet hoor. Ja, het komt ook niet op de meter. Dit is wel leuk. En die binnenweg, hier is de binnenweg. Ja, nieuwe de nieuwe binnenweg. Maar hoe kom je dan met die Gouverne straat? Hoe zit die dan? Dat is een zijstraat. Dus ik denk dat hier dan... Hier is de Gouverne straat. Oh, dan stapte je hieruit. Ja. Dan zie je de binnenweg. En dan stapte je hieruit. En dan ging je hier die Gouverne straat in. Zo was het. Ja. Ja. Okay. En deze was... Dit was dan... De Goudse Singel. Ja, Pompenburg natuurlijk ook. Ja. Dat is Wenen, dat is allemaal nog plat, joh. Ja. Dus waar gingen we er nou eigenlijk uit? Ik weet niet meer hoe wij die tram dan toen kon. Een beetje zo'n stuk. Zo'n beetje hier. Ja. Oké.